dat jullie kijken. En vandaag beginnen we met een hele bijzondere gast, namelijk. Hoi, ik ben Veras. Hoi. Ja, de vorige keer was ik al met Veras en toen ging ik op date. Zijn we tongen? Nee, maar. En, nou goed, dat was te zien dat het heel goed uitpakte. Nee, niet echt. Niet echt, nee. Nou ja, goed, blijkbaar had Veras toch niet zoveel vrouwenkennis. Ja. En om terug te pakken deze keer, ga ik zijn vrouwenkennis testen. Hier zitten spelregels bij en laat ik die eens uitleggen. Ik ga aan Veras allemaal vragen stellen. Allemaal vrouwgerelateerde vragen. Heeft hij het goed? Heeft hij geluk? Gebeurt er niks? Heeft hij het verkeerd? Dan gaan we een deel van zijn beenhaar eraf wachsen. Dat is pijnlijk. Maar heeft hij het deels goed? Heeft hij geluk? Want gaan we een deel ervan afscheren? En dat doet natuurlijk veel minder pijn. Relax. Oké, ik heb één probleem. Ik heb echt een soort van skinny jeans aan. Dus waarschijnlijk moet ik dit in mijn onderbroek gaan doen. Vind je dat cool? Ik vind het prima. Ik wil je niet afschrikken of zo. Ik ben geen haap of zo. Nee, ik vind het niet. Maar ze zijn echt, ik zeg maar, hier heb ik niet haar, maar hieronder is het echt een beetje. Is de evolutie echt verkeerd gegaan, zeg maar. Oké, nee, ja, goed. Dan kunnen we het goed schrikken. Oké, cool. Ik doe een klapje en dan zit ik in mijn onderbroek. Oké. Okay, shit. Ja, daar ben ik. Ik heb wel een goede onderbroek voor jou, toch? Ja, dus wel een goede onderbroek. Hij is wel erg leuk. Ja, ik heb echt veel benen. Wacht, laat even zien. Kijk. Nee, je ziet het niet. Zie je het? Niet helemaal, maar... Sorry. Echt zo geen zin in. Volgens mij doet het echt, okay. Echt super erg pijn. Het wachten, dat is niet zo. Het scheren is goed te doen. Oké. Okay. Kan je uitleggen hoe scheren of wachten allebei precies werkt? Oké, ja, scheren doe je met een scheermesje. Je hebt scheerschuim en vervolgens ga je langs de haren in de goede richting. En waxen is met een soort van doekje met lijm of zo erop. En dan druk je het erop en dan houd je het er snel van af en dan verwijdert het haar en shit. Oké, okay, ja. Ja, is dat goed? Ja, dat is goed. Het is oké. Oh shit. Oké. Okay, het is wel zo'n schiet, inderdaad, gewoon sneller, ja, en pijnlijk. Ja, waxen is. Dit zijn drie dingen. En ja. Jij moet raden wat het om me inhoudt dat je mee kunt. Drie goed gebeurt er niks. Twee goed scheren. Eén goed baksen. Oké, okay, ja, dit is gewoon, dit is easy. Dit is gewoon om je blush, zeg maar, een soort van zo. Weet je wel. Ja, het is goed. Ja, ja. Nee, is het niet goed? Oké, okay, vertel me zo maar. Dit is basically iets om gewoon, volgens mij hier, ik ben vergeten hoe dit heet. Hoe heet het ook? Niet je wenkbrauwen, maar boven. Je oogschaduw. Oogschaduw, ja. Dit is je oogschaduw. Foundation. Dit is foundation. Is het foundation? Is het van... Ik weet het niet. Oké, laatste ding. Dit is makkelijk. Deze leg je gewoon op je wimpers neer en dan kan je ze krullen. Dit is een krulwenkbrauw ding. Wimper. Oké, die klopt. Oh, de rest niet. Deze half. Hey. Het is niet voor je blush, het is wel hier. Ja, het is hier. Het is voor je highlighter. Voor je highlighter, ja. Ja, het is een highlighter, dus deze. Oké, die is echt verkeerd. Ja. Ah, shit. Oh, dit voelt echt lekker. Oké, maar ik heb er twee fouten eigenlijk, toch? Dus dat betekent dat we gaan waxen. Ik wil uit. Ja, we gaan het doen. Oh, ik heb het doen. Oh, dit is echt. Oké, ja. Kom maar. Ik heb echt zo'n medelijden met je. Dit ziet er echt niet leuk uit. Dit is een marteltechniek, zo deze voelt in de middeleeuwen. Oké, doe het maar. Ik ga er niet eens over nadenken. Doe het gewoon. Fuck it. Oké, ja, doe maar. Ah! Mm. Oh, nee! Het is gewoon helemaal weg. Ah, het is gewoon weg. Dit is gewoon... Oh, shit. Ik heb gewoon geen haar meer. Ik heb hier ook echt... Hoeveel? Ik zei het toch? Okay, hey, die mag jij wel bewaren, toch? Als aandenken. Ja. Zou me weggeven als een bedankt. Ja, wil jij mijn haar winnen? Ik ga vijf soorten noemen om te onthouden. Ja. En jij moet raden welke het minst pijnlijk is en welke het pijnlijkst. Oh, dat is makkelijk. Op volgorde zetten. Op volgorde? Ja. Alle vijf? Ja, dus van minst pijnlijk naar pijnlijk. Oké. Okay. We hebben waxen, harsen, epileren, laseren, scheren. Ja, dat zijn er vijf. Waxen, okay. Harsen, epileren, laseren, scheren. Oké, okay, scheren is sowieso het minst pijnlijk. Ja. Ik denk dan waxen. Ja. Dan harsen, dan epileren en dan laseren. Ja. Ja, is het goed? Ja? Nee? Niet helemaal. Ah. Het is natuurlijk wel een beetje subjectief, maar ik heb het zo gezet. Ik had gezegd scheren, epileren. Oké, okay. Ja, maar kijk voor me. Laser, waxen, harsen. Laseren is pijn, toch? Ja, een beetje, maar niet heel erg. Ik persoonlijk... Vind ik waxen harsen erger. Oké, shit. En nu? Deels goed. Dus dat betekent... Scheren. Yeah, okay, scheren. Goed.
Ik ga deze nu gebruiken. Ik gebruik steeds verschillende mesjes. Om je te matsen begin ik met eigenlijk de allermakkelijkste. Dat is de Venus Polaris. En omdat hij een kussentje omheen zit. Dit is voor vrouwen, toch? Ja. Ik zweer het je, dit is echt een prote voor alle mannen die kijken. Ik hou van vrouwen scheermesjes. Jullie hebben echt zoveel. Dit is wel echt fijn inderdaad. Oké, okay. Deze heeft een kussentje. Kijk er nu al naar. Heerlijk. Laten we mijn benen gewoon helemaal ontleden. Hoe moet je ruiken? Nee, dit wist ik zelf ook niet. Kun je het even eten? Eigenlijk nog niet. Ja, het ruikt lekker. Nee, maar kom, hier zit dus een serum omheen, dus dan hoeven we geen scheurtje af te gebruiken. Ja, dit verlukt niet. Nee, true. Dit is eigenlijk wel lekker. Dit zou eigenlijk wel de hele dag. Zullen we, als dit over is, maak het gewoon af, oké? Okay? Ja. Ik heb ook vet veel rughaar, dus misschien wel. En mijn hele kont. En je hoofd. En mijn hoofd. Oké, okay, niet mijn hoofd, dat is raar. Al die haren. En deze. Laat even weten hoe lang Jami is. En dan kan je dit winnen en dat. Mijn haar. Voor jou. En een lekker scheermesje. En een scheermesje erbij. Deze is heerlijk. Hier drie woorden waarvan je betekenis moet gaan. Oké. We hebben crease, base coat en contour. Oké. Crease. Grease, wat is een Grease? Dat is die musical toch? Grease. Ja, nee, maar het is een C. Grease. Grease. Ja, ik heb geen idee. Wat is die tweede? Base coat. Is een wintervacht of zo? Ik weet niet. Een drie. Wat is de derde? Dat was base coat. Contour. Oh, contour is de lijnen op je gezicht. Ja, een soort van. Je zet de lijnen. Oké, bij drie goed is het dus niks. Twee goed scheren. Eén goed. Crease okay. Is zeg maar hier bij je ooglid. Ik wist het. Dit lijntje. Ik wist het. Dit had ik precies in mijn hoofd, maar ik dacht ik ga het niet zeggen. Ik ga het niet zeggen. Ik ga het niet zeggen. Helemaal. Nee. De tweede, base coat, als je nagellak hebt. Ja. Voordat je normale nagellak moet je base coat, logisch inderdaad, want anders blijft het niet goed zitten. Blijft niet goed zitten, ja. En de derde, dat... Die heb ik goed toch? Gewoon lijnen. Ja, lijm op je gezicht om nog een soort schaduw te krijgen. Exact, schaduw. Oké, laat het gewoon doen. Ik ga er nu omheen draaien, kom met het waxen. Yes, oh ja, het is geen Polaroid foto, hè? Nee. Ik vind dit al een soort van martelen, weet je wel. Ik voel wat er aankomt, jij zit zo in je handen. Yeah. I'm going to torture you. Ja, oké, okay, nou, kom, laten we het doen. Oké, tel maar af. Nee, tel maar niet af. Doe maar gewoon wanneer jij aftellen? Nee, aftellen is pijnlijk. Okay. Nee, oké, tel maar misschien wel af. Tel maar. Nee, nee. Wauw. Oh, maar. Nee. Mijn mooie benen. Waar of niet waar en waarom? Moet je zeggen. Oké, ja. Als je elke keer scheert. Oké, ja. Zorg dat er dan voor dat je haren dikker en sneller terugkomen. Ja, of? Oh, ik moet zeggen waar. Dan moet jij zeggen ja of niet en waarom. Ik vind het moeilijker, want de fabel is inderdaad als je elke dag scheert, dan komt het sneller terug. Maar volgens mij is het helemaal niet waar. Ik denk van niet. Nee. Je denkt van niet? Nee. En wat weet je bedoel? Geen idee, maar ja, het komt niet terug, want dat haarzakje blijft daar zitten ofzo. Het is niet waar, want het is door je genen bepaald. Dus het komt zeg maar niet sneller. Ah, nu ga je me waksen. I'll be there for you. Oh, dit moment vind ik echt het ergste. Je bent best wel lang bezig met dit. Ja, ik weet het. Oh nee, maar je doet het echt te langzaam, oké. Okay. Oké, ik ga mijn benen hier gewoon neerleggen. Doe het gewoon wanneer jij klaar bent. Ik ga er niks meer over zeggen. Ik heb gewoon pijn. Nee, doe maar gewoon wanneer jij er klaar voor bent. Weet je? Maar dat komt echt zielig. Ik laat het gewoon gebeuren. Ik heb me erbij neergelegd. Ik vind het niet leuk. Ik ga er ook gewoon niet meer over praten. Ik probeer gewoon niet... Auw! Nee, Jimbo. Van jou, mijn haar. Ik heb geen haar. Of mensen? Ja? Waarbij een beauty-youtuber, zeg maar, een soort beauty-hack toepast. Een beauty hack? Ja, dus zo'n tip. Weet je, zo'n lifehack beauty hack. Oké, ja. En de vader heeft het gewoon eens overgedaan en legt eigenlijk uit waarom ze dat doen, maar dat is verkeerd uitleg. Oh, ik moet een goede uitleg. Jij moet een goede uitleg geven. Ah, dit is een makkie. I got this. Fire lashes. Blow dryer, eyelash curler. Maybe there's little hairs on there and you have to dry them so that they will do a good job on your eyelashes. Blow dryer op die and then, voila, do the other side. Perfect lashes every time. Amazing! Yeah. Okay, ik snap het, denk ik. Okay, je wimpers die zijn heel gevoelig. Dus als je dat ding gewoon super erg opwarmt, dan
dan geeft het een mooier krullend effect. Half goed. Hé! Hey! Ik word geschoren. Vind ik helemaal niet erg. Yeah. Okay. Wat het is inderdaad, door hem zeg maar warm te maken, dan blijft de krul en die wordt het mooier. En hij blijft langer zitten. Dus, hey. Wordt deze beginnen. Je mag kiezen. We kunnen gaan voor een... We hebben Embrace Sensitive of Swirl. Ja, de Swirl. Ik ga voor de Swirl. De Swirl? Ja. Oké, tijd voor de Swirl. Ja. Hij heeft een ander kussentje. Oh. Maar deze heeft wel van die, wat heb ik over contour? Deze heeft van die 5 contour plates. Oké. Okay. Dus wat eigenlijk inhoudt is op het moment, ja, je hebt het nog niet gedaan. Nee. Maar het idee is dus, op het moment dat je zeg maar meerdere dingetjes hebt, ja, dan kan deze ook nog eens beter met je lichaam. Ja, dan gaat hij meescheren. Ja, en daarnaast ook omdat je vrouwen bent, je bent curvy, is hij beter voor de curvy vorm. Ik zeg het je gewoon heel eerlijk, ik denk dat ik na deze opnames gewoon altijd een vrouwenscheermes gebruik. Die vinden jullie zoveel, ik vind jullie echt zo. Ik zeg het je heel eerlijk, dit is misschien wel het fijnste gevoel op aarde. Ja, maar weet je ook heel zielig om te zien. Nou. Je hebt hier zeg maar van die rode. Ja, dankjewel. Ja. Dit is gewoon, dit doet pijn. Ja. Alles wat rood is, dat staat gewoon in de fik momenteel. Ja, maar ik vind het niet erg. Ik bedoel, ik doe het graag voor jou, dus ja. Oké, cool. Het allerlaatste mesje gaan we nu opmaken. Ja. Dat zij de vrouwenmesjes zo fijn vond, doet hij nu de rest met zijn eigen mesje doen. Kijk, ik leg me gewoon weer neer. Mijn been is niet meer te redden. Ja. En eigenlijk vind ik het wel mooi om gewoon één been... Het is wel sensitief, dus... Oké, dat is perfect. Gevoelig. Ik ben een gevoelig jongen. Ja, heb je het wel doorstaan? Ik heb het doorstaan. Ik ga hem gewoon afmaken en ik weet gewoon... Ik heb gewoon een jaar geen haar op deze been en ik ben er gewoon content mee. Oké. Moet jij de video niet afsluiten of zo? Ik ga de video afsluiten. Wow, deze is echt heel goed. Ja, oh, hij gaat best wel goed. Shit, inderdaad. Ja, het is echt een soort van grasmaaier. Ja. Maar ik zonder het lawaai. Maar dit ziet er gewoon echt uit als schaafhaar. Oké, sorry, mag ik niet zeggen. Echt, ik heb echt lelijk beenhaar. Oké, dat was het dan. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Mocht je dus benieuwd zijn naar alle achtergrondfeitjes en weetjes die we in de video hebben behandeld. Over vrouwen, over de verschillende soorten mesjes, over de gilet die ze hebben. Ja, of mijn haar. Zijn haar. Check even de beschrijving, daar zit ook de info over. En ik vind het scheren wel fijner dan boxen. Ik vind het te gek. Ik ga vanaf nu alleen dit nog maar gebruiken. Nee, serieus, no joke. Ik ga gewoon dit de hele avond doen. Ja. Doe jij mijn andere been alvast? Ik doe je andere been. Okay. Nee, dat was een grapje. Nee, dat wil ik niet doen. Oké, heel erg bedankt voor het kijken in ieder geval. En wij gaan even verder. Thanks. En tot de volgende keer. Oh ja, trouwens, check ook onze goede date video. Ja, check die. Die zet ik ook echt in de beschrijving. Dat is altijd succes. En gaan we nog een nieuwe video maken? We gaan nu gewoon een video maken. Ja, we gaan op jouw bed. Op mijn bed. Maar niet zo'n video. Maar gewoon, een ander soort video plus. Inderdaad. 12 plus. Check die ook even, linkje in de beschrijving. En dan zie ik jullie. Volgende keer weer. Dankjewel, Jamie. Doei, doei. Doei.